Hallo allemaal, dit is weer een blogbespreking van Destiny Nederland. En deze keer ga ik het hebben over een blog van Ingrid Schever. Het is een Engelse blog, maar goed, we zullen in het Nederlands erover spreken. Dag 296, expressie en de darm. How do I contribute to the most horrific events in the world? Oftewel, hoe draag ik bij aan de meeste verschrikkelijke gebeurtenissen in de wereld. Deze blog is gestoeld op een documentaire die Ingrid heeft gezien. Ik heb hem ook gezien over Toos. Toos is geloof ik 54 en ja, je kunt het een beetje zeggen als een soort van of zien als een soort van klokkenluider. Over ritueel seksueel misbruik binnen de elite, vrijmetselarij. En wat er 8 jaar lang met haar als klein meisje heeft plaatsgevonden aan seksueel misbruik. Ja, als ze dit vertelt, dan je zou bijna gaan zitten trillen. Of trillen is niet goed. Maar je wordt er bijna gewoon misselijk van als ze vertelt wat er allemaal gebeurd is. En dan komen er ook nog eens een keer hele bekende namen, zoals Prins Bernhard, over het scherm. En dan heb je zoiets van, dit komt wel heel dichtbij. Dit is allemaal heeft zich allemaal afgespeeld in Nederland. Dus terwijl in die tijd ik als kind zorgeloze jeugd had, werden er kinderen dus seksueel, ritueel misbruikt op de meest barbaarse manieren. Dat deze vrouw er nog heel is uitgekomen is ook nog een wonder, want een x-aantal van deze kinderen werden ook gedood. En we hebben het hier over ouders die dus kinderen klaarstomen om dus tot dit soort rituelen te kunnen overgaan. Totaal ziek, en je eerste reactie zou dan ook zijn van, ik distancieer me hiervan. Nou, en dat is natuurlijk niet helemaal het stukje, maar dat is wel het stukje waar Ingrid het in haar blog over gaat hebben. Dat is, zij zegt van, al heel jong had ik zoiets, zo'n donker gevoel over me heen. En als ik die documentaire zie, dan is het op een of andere manier niet nieuw voor me. Dit zijn dingen die ik altijd heb gevreesd, zeg maar. En een stukje wat ik wilde even snel wilde vertalen. Waarbij ze dus ook zegt dat ze zich heeft gesepareerd van het bewustzijn. Het gewaarzijn, zeg maar. En van dit soort dingen. En als iets waar ze zich dus niet mee wil inladen of laten. En dat is dus waar ik net over had, die separatie. Hè? Dat wil je natuurlijk niet. Want het punt is dat we allemaal van dit soort donkere gedachten hebben. En dat, ja, die gaan eens een keer door je hoofd. Kijk, de ene heeft ze 10 keer op een dag. De andere een paar in een paar jaar misschien. Maar iedereen heeft wel eens een keer gehad dat er een gedachte door het hoofd spreekt. Of springt, laat maar zeggen. En dat je denkt van, wat is dit? Dit kan niet van mij zijn. Dit zijn niet mijn gedachten. Zo, ik ben niet zo. Dit ben ik niet. Ja, daar vindt dus die separatie al plaats. Hè? Dat je je dus niet bewust wil zijn van dat dit ook een deel van jou is. En dat zegt ze dus ook. Hè? Het is allemaal in elkaar gehaakt. We zijn dus allemaal één. En dat is natuurlijk heel makkelijk iets om te zeggen. We zijn allemaal één. Maar daarin moet je dus dan ook gewaar zijn dat één zijn dus wel heel ver dus heel ver gaat en dus ook gevolgen heeft die je waarschijnlijk helemaal niet kan voorstellen. Maar daar is zij dus hier in die blog wel mee bezig gegaan om te zien van ja, waar is mijn deel, zeg maar. Nou, dan vindt ze dus uit dat, of vindt ze uit, dat klinkt ze wat, dat is gewoon ook, dat is zo, dat zodra je dus je inlaat met seksuele energieën, dus niet alleen maar fysiek seksualiteit beleefd, maar dus met de mind. En ja, ik vrees dat ook met dit soort barbaarse dingen in die vrijmetselarij ook plaatsvindt. Want dat heeft ook alleen maar met mindsex te maken. Mind wil zeggen geestseks.
Dus dat je alleen maar meer en meer opgewonden raakt door steeds lugubere dingen, door steeds meer te triggeren, zeg maar, aan energie. Want daar gaat het dan over. Het is deelname aan energie, zoals Ingrid ook schrijft. Seksuele energie. Het heeft niks, maar ook helemaal niks te maken met fysiek genieten of fysiek seksueel bezig te zijn. En zij zegt ervan, eigenlijk al heel jong toen ik begon met masturberen, ja, laad ik mij dus al in met die, die energie, zeg maar. En terwijl ik dat deed, want dat is ook een stukje, ik zal een link doen naar een video over masturbatie ook, om wat meer achtergrond te hebben. Want er gebeurt veel meer dan wij denken. Het is niet alleen maar naar een orgasme toe werken en dan maar weer een geestelijk orgasme. Maar er zit natuurlijk veel meer achter. Er gebeurt veel meer wat wij ons niet willen bedenken. Hè, als we met die daad bezig zijn. En waarschijnlijk ook niet ons kunnen bedenken dat er allemaal achter zit. Maar er wordt dus heel veel, jij zou het uploaden kunnen noemen, zoals een computer dat ook doet. Sowieso tijdens seks met een partner wordt er heel wat van de ander geüpload. Dus seks maakt dat je masturbatie ook daarin, dat je dus die eenheid, wat ook wel het unified field wordt genoemd, dat je daar dus, ja, daar stem je als het ware op af en daar neem je dus van. Dus dat wordt een deel van jou. En wat in jou is, wordt een deel van dat veld. En dat maakt dus dat we met z'n allen dit allemaal in stand houden. En wat Ingrid dan ook zegt, is dat zij die donkere kant ook altijd gevoeld heeft, wat ik eerder zei. En dat ze daar in een polariteit ging zitten. Dus zij ging dat, dus het tegenhangen van die enorme spanning en het ontwindende van die seksuele energie, die gebruikte ze om seksualiteit te beleven. Maar vergat dat ze dat deed om dus die donkere kant niet te ervaren. Om daar dus geen angst voor te hebben, want die angst was echt heel reëel. En die was er ook en die zou haar overmand hebben. En dat kon zij als systeem zeg maar niet aan. Dus dat ging ze ook niet aan. Dus zij ging in de andere kant van de polariteit zitten. En waarvan ze dus later in het blog ook zegt van ja, dat moet ik niet meer doen. He, daar is ze ook al langer mee bezig met het traject om dat ook niet meer te doen. Maar nu realiseert ze zich eigenlijk opeens van ja, maar dat ligt er aan ten grondslag. Want dit soort verschrikkelijke dingen als met die tosis gebeurt, dat kan alleen maar daar zijn, zolang wij met z'n allen dus toch die gedachten in ons ook laten bestaan. Want je kunt zeggen van, wat een verschrikkelijke gedachte heb ik nu op, laat maar zeggen, ritueel seksueel gebied. Maar ja, gelukkig maar, ik doe die dingen niet. Hè? Ik ben goed, ik doe die dingen niet. Maar de gedachte alleen is daar. En je participeert in die gedachte. En ik wil niet zeggen dat het dezelfde fysieke gevolgen heeft als wanneer je echt op een beestachtige manier kinderen, als pedofiel zeg maar, kinderen verkracht. Dat is natuurlijk een hele andere context. Maar het heeft wel met elkaar te maken. Die interconnectie, die is er wel. Het is wel hetgeen wat het een houdt het ander in stand, zeg maar. Dus in die zin kun je zeggen, ben je medeplichtig? Ben je medeplichtig aan datgene wat die ander overkomt? En maak je het mogelijk dat kinderen dat überhaupt kunnen overkomen? Sowieso een hele interessante serie over die masturbatie. Want de schellen zullen van je ogen vallen als je snapt wat je allemaal teweeg kunt brengen. Dat is, ik denk niet dat je dan nog zin hebt om ook maar iets in die richting te doen. Wat ook onzin is. Hè? Want ik bedoel, als het echt fysiek is, en niet met de geest, zoals ik eerder zei, dan hebben we het ook over iets heel anders. Dan vindt er ook geen uitwisseling van gegevens plaats naar het geheel toe en van het geheel af. Dat is er dan helemaal niet. Even kijken hoor. Um,
Ja, je hebt het ook over inderdaad het energie, de energie die met de masturbatie wordt gegenereerd. En dat wordt gedistributeerd dan in het unified field. Waardoor het alleen maar opstapelt en opstapelt. En ja, dus grotere angsten komen. Zeker bij haar, hè, want dan zie ik die grotere angsten. Ja, wat ik eerder ook zei, dat maakt dus dat Toos dit heeft meegemaakt, doordat wij hier allemaal aan deelnemen. En ze zegt, ik ga dus nu mijn zelfverantwoordelijkheid nemen en ik wil niet meer bijdragen aan die donkere kant van de mensheid. Dat zich ook tot iets fysieks dus manifesteert. En ze zegt, ik doe dat, ondanks dat ik weet dat anderen het niet willen zien en zelfs ontkennen. En want dat hoor je ook vaak. Ik bedoel, zo'n video als van Toos, daar zullen heel veel mensen van zeggen, ja, leuk bedacht allemaal. Waar heeft ze dat allemaal op geduikeld, dat soort ideeën. Maar als je goed luistert, dan weet je ook dat iemand dat echt niet zo bedenkt. En je ziet ook elke keer, krijgt ze een soort van schok door de lijf als ze over hele verschrikkelijke dingen praat. Dus ja, dat is echt gewoon fysiek. Dat is in het vlees helemaal gaan zitten, wat ik me kan voorstellen. Want het is verschrikkelijk als je durft te kijken. Want ik zeg met name durft, want het is echt heel naar. Dus ik waarschuw wel, het is heel naar wat deze vrouw heeft meegemaakt. En zij is niet de enige. Zij is echt niet de enige. En dit vindt nog steeds plaats. En het heeft al lang plaatsgevonden. En dat vindt eigenlijk onder onze neus plaats. Ik bedoel, wat zij vertelde, dat vindt plaats op landgoederen. Het jagen van prins Bernhard op hun naakte kindertjes. Waarbij dus uiteindelijk, er wordt niet geschoten op de kinderen. Het is een soort van jagen met honden. En die honden zijn zo getraind dat die honden dus, die kinderen dus, of waarschijnlijk meisjes. Maar daar wil ik helemaal van afwezen, of het ook jongetjes bij waren, dan verkracht worden. Ja, dat zijn dingen. Ja. Ja, dat zijn dingen die in onze wereld dus gewoon bestaan. En dat zijn dingen die mensen bedenken om maar meer kick te krijgen uit de seksualiteit. Hè, die dan toch wat ingedut zou zijn, dus steeds maar extremer, extremer. Ja, met dit soort energieën creëren we dit dus. Dit is wat we creëren. Maar dat willen we natuurlijk helemaal niet zien. Dus het is mooi dat Ingrid zegt van, nou, ik stop hiermee. Ik stop daar ook mee. Ik wil hier ook niet aan bijdragen. Ja, ik wil ook mijn zelfverantwoordelijkheid zeker hierin innemen. Dit wil je een ander mens niet aandoen. Ik bedoel, dat wil je zelf niet. Dus dan wil je ook niet dat een ander dat meemaakt of mee moet maken. Ik hou het kort, ik hou het hierbij. Het is een blog, wanneer je in staat bent om Engels te lezen, zou ik zeggen, lees hem eens door. Want het is best interessant. Ik heb natuurlijk wat erover verteld, maar dat beslaat natuurlijk nooit het hele geheel. Ja, wat ik wil meegeven is dat dingen soms niet zijn zoals je denkt dat ze zijn. En dat is dan met name seksualiteit en daaraan gekoppeld ook masturbatie, natuurlijk ook seksualiteit is. En ja, dat wij dat allemaal zo in de geest beleven. En daar zullen we vanaf moeten. We zullen terug naar het fysieke moeten. Of we dat nou leuk vinden of niet. Dat is onze enige redding, denk ik. Ja? Leven met wat hier is. Nou, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.